Welkom bij Club Easy Active. Mijn naam is Christel en ik heb vandaag een upper body workout voor je. Je kan hem eventueel doen zonder materialen. Wil je wat zwaarder, kun je bijvoorbeeld 2 flesjes vullen met water. Aan jou de keus. Het zijn 10 oefeningen en elke oefening houden ongeveer een minuut vast. We beginnen op de vloer, dus je mag met me meekomen omlaag. Met een smalle push-up, dus je zet je handen straks recht onder je schouders. Je knieën zijn weg bij je heupen en dan ga je recht omlaag en dan duw je naar achter voor een release. Dit doen we 1 minuut. Dus boven je polsen, kom omlaag, ellebogen smal, duw op en release. 1 minuut doen we dit. Dus laag, duw op en release. Het is heel belangrijk dat je die ellebogen mooi smal langs je lichaam houdt en dat je goed ver omlaag komt. Die release, daar kun je even ontspannen. Nou, als dit voor jou niet zwaar genoeg is, dan kun je die release natuurlijk weglaten. Hè? Dus dan blijf je hier en dan ga je non-stop door. Dus kies welk niveau bij jou past. En als deze optie met de release juist wat te zwaar is, dan kun je altijd je knieën nog iets dichter bij je neerzetten. Dan gaan je ellebogen naar de mat en release. Dus je hebt hier verschillende opties. Ga door, we zijn er bijna. Naar achter, naar voor en laag. Op, achter, voor en laag. Op, achter, voor en laag. Nog 2 keer. Nog 1 keer. En duw op. Yes, voor de volgende oefening. Je mag komen zitten of je mag komen staan. Net wat je fijn vindt. Ik ga staan vandaag. 3 houdingen. We beginnen hier. Je gaat omlaag, naar buiten, in en weer op. Dus op, laag, uit, in, op. Doen we 1 minuut. Doe je hem zonder gewicht, zoals ik nu doe, dan mag je lekker snel gaan. Zorg dat je ellebogen te hoogte houdt van je schouders. Doe je hem wel met 2 flesjes water of doe je hem met gewichten, dan is het misschien beter om iets langzamer te pakken, iets gecontroleerder. Ga door. Oefening voor de schouders. Misschien ga je het ook een beetje in je borst voelen. En je kan dus ook lekker blijven zitten. Hè? Vandaag doen we alleen dingen met je armen. Ga door. Mooi naar buiten. Maak wijd. Hou die ellebogen hoog. We zijn er bijna. En meer. Helemaal lang maken. Hou het bovenlichaam mooi stil. Ga door. En we doen er nog 4. Nog 3. Nog 2. En nog 1. Dan zet je hem wijd vast. Maken we cirkels. Eerst naar voren. Hou de rest van je lichaam stil. Punt je vingers. En klein en snel. Dus je mag iets sneller. Eventueel pak je flesjes erbij. Hè, als je dat wat zwaarder vindt. Ga door. Naar voren. Snel tempo. Voel dat in je schouders. En meer. Kom maar. Hou die armen mooi lang en recht. Buikspieren ietsje aanspannen. Mooie cirkels naar voren. En dan doen we nog 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gaan we de andere kant op. Kleine cirkels nu naar achter. Het kan best zijn dat je nu flink gaat voelen branden. Heel goed. Blijf doorgaan. Blijf rustig ademen. Steeds 1 minuut, dat kun je. Ga door, mooie strakke armen. Kleine snelle cirkels. Goed voor de schouders. Ga door. We zijn er alweer bijna. En ik ga voor je aftellen. Nog 8. 7. 6. 5. 4, 3, 2, 1. Nou blijf hier, gaan we door met kleine pulses. Dus op en laag. Op, op, op. Kom maar, kleine snel. Oh, die armen worden zwaar.
Ga door. Ga door. Het gaat iets makkelijker zonder twee flesjes. Anders pak hem gerust iets langzamer. Ga door. Oh, lange armen. Sterke armen. Hoort erbij dat je het nu zwaarder gaat vinden. En je bent er bijna. Blijf pulsen. Blijf pulsen. 1 minuut. En ik ga het bijna weer voor je aftellen. 8, 7, 6, 5. Kom op. 4, 3, 2 en 1. Gooi even je armen los. Gaan we door naar voren. Je mag een soort driehoekje maken of een soort diamantje tussen je armen. En dan duw je uit. En het zijn maar kleine pulses. Dus je ziet dat mijn armen blijven bijna de hele tijd gestrekt. Deze doe je zonder flesjes. Dus kleine pulses. Voel vanuit je borst. Duw het weg. Duwen, duwen, duwen. Kleine stukjes. Ga door. Focus op je borst. Hou dat driehoekje tussen je handen. Klein beetje spanning op je buik, zeker als je staat. Probeer de rest van je lichaam mooi stil te houden. Alleen je armen. Even rustig doorademen. Ga door, ga door. Kleine pulsen, steeds helemaal uitstrekken. Alsof je iets moet wegduwen. Van je af. Nog meer. Ai, ai, ai. Duw weg, duw weg. En we zijn er bijna. Nog 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 en 1. Goed gedaan. Dan ga je armen omhoog. Zet je handpalmen tegen elkaar aan. Ook je ellebogen, dus je onderarmen helemaal tegen elkaar aan. En dan ga je recht omhoog. Je blijft zo hoog mogelijk. Dus op, 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 op. Lekker voor die schouders. Kar, duw het omhoog. Kan je iets minder goed zien. Op, op, op. Blijf je ellebogen tegen elkaar aan duwen. Dus niet helemaal omlaag, je blijft hoog in die armen. Op, op, op. Knijp je ellebogen. En door. Oh, dat voel je. Kleine stukjes. Kleine stukjes. En door. En door. Op, 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 op. Hou vol. Ellebogen bij elkaar. Handen tegen elkaar. En dan komt hij weer. 8, 7, 6, 5, 4, 3. 2 en 1. Goed gedaan. Maak even los. Volgende oefening kan zonder gewichtjes, zonder flesjes. Kan ook met een simpele bicep curl. Dus op naar je schouder en laag. Op en laag. Kom maar, 1 minuut. Op en laag. Probeer dat bovenlichaam mooi stil te houden. Je bovenarmen stil. Isoleer de beweging. Op en laag. Op en laag. Ga door. Je bent goed bezig. En op en terug. Op en terug. Hartstikke mooi. Blijf rustig doorademen vanuit je buik. Mooie lange rug. Beetje spanning op je buik. En door. En op. En laag. We doen er nog 8, 7, 6. 5, 4, 3, 2 en 1. Goed gedaan. Mag je de flesjes weer wegleggen? Dan breng je armen voor je borst en dan gaan de armen omhoog. Dus je tilt je ellebogen op. Op, op, op. Kom maar. Op, op. Kleine stukjes. Ook hier, blijf zo hoog mogelijk. Focus goed op je schouder en je rug. Op, op, op. En als het tempo jou iets te snel gaat, neem hem iets rustiger. Mag ook. Hoe sneller je gaat, hoe meer je hem gaat voelen.
allemaal oefeningetjes. Als je vandaag denkt van, goh, ik wil toch even wat doen. Ik heb niet zoveel tijd of ik heb niet zoveel zin. Even een workout van zo'n kleine 10 minuten. Toch weer even wat gedaan. Even die hartslag omhoog. Het lichaam aan het werk zetten. Spanning op die armen. Zijn er alweer bijna. Kom op. 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 4. 3. 2. 1. Goed zo. Schud even uit. Gaan we terug naar de mat. Gaan we weer een push-up doen. Maar nu niet smal, maar wijd. Dus je zet je handen wijder dan je schouders neer. Laat je je verschillende opties zien. Handen wijder dan de schouders. Knieën recht onder je heupen. Laag. Op. En release. Dat is je eerste optie. Als je hem ietsje zwaarder wil, knieën weg bij je heupen. Laag. Op. En release. Laag. Op. En release. Als je hem nog zwaarder wil, dan haal je die release weg. Alleen maar push-ups. Non-stop. Dus kies jouw niveau hier weer. Kijk hoe zwaar je hem vandaag wilt maken. Tempo mag je ook zelf bepalen. Dus langzaam, gecontroleerd, mooi diep. Misschien kun je wel ietsje sneller. Zoveel mogelijk push-ups in 1 minuut. Ga door. We zijn er alweer bijna. Doen we nog 4 keer. Nog 3 keer. Nog 2 keer. En nog eentje. En hou vast. Goed gedaan. Schud je arm even goed uit. Laatste oefening. Mag je komen staan. Eventueel weer met je flesjes. Of zonder. Jij kiest. Gaan we op en laag. Op en laag. Kom op. Laatste minuut. Ellebogen naar buiten. Armen recht naar voren. Polsen in één lijn met je schouders. Op en terug. Het zijn je side raises. Op en terug. Ga door. Til die elleboog omhoog. Zo hoog als je schouders. Op en terug. Op en terug. Bijna. Kom op. Maak hem samen af. Op en laag. Op en laag. Mooie grote beweging. Ook hier hou de rest van het lichaam stil en stabiel. Navel in. Op en laag. Op en laag. Zijn er bijna. Ga door. Ik tel af. 8, 7, 6, 5, 4, bijna, 3, 2 en 1. Goed gedaan. Ontspan je armen. Schud even lekker los. Als je even wil strekken. Armen wijd. Elleboog naar achter. Voor een diepere stretch. Handen op je rug. Duw je borst op. Eventueel voor je triceps. Duw één arm even aan tussen je schouderbladen. Maak goed lang. En wissel. Rol dan je schouders nog even los. Achter. En naar voren. Goed gedaan. Dat was je upper body workout. Als je de smaak nu goed te pakken hebt, kijk nog even voor een ander filmpje. Voor eventueel je benen of een hip training. En anders zien we je graag weer terug bij Club Easy Active.